Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van ons boerenleven. Deze keer, deze week, wil ik wat uitleggen over organische stof. Ik wil het met jullie er graag over hebben, deze keer over organische stof. Maar wat is nou eigenlijk organische stof? Organische stof, wat dat bij ons in de grond zit, in de bodem zit, dat zijn plantresten, zoals wortelen of stukjes planten die overblijven van het gewas wat je geteeld hebt, zoals stengels van loof, maar ook gehaksel stro. En niet te vergeten, de organische mest die we aanvoeren, zoals het woord al zegt, is ook organisch materiaal. Maar waarom willen wij juist nou organische stof in onze grond hebben? Wat zijn daar nou de voordelen van? Nou, je krijgt een betere structuur ervan. Het is beter voor het bodemleven. Het is beter voor de waterberging. Het is beter voor de vastlegging van alle nutriënten die in de grond zitten. Of een betere beschikbaarheid van de nutriënten die erin zitten. En je krijgt er eigenlijk gewoon een gezondere bodem van. Waardoor alles eigenlijk gewoon op een gezondere manier beter gaat groeien. En uiteindelijk, als iets goed groeit, heb je er meestal ook meer vruchten van. En dat is dan voor ons als boer weer belangrijk. Maar hoe zorgt ervoor dat die organische materiaal, het organisch materiaal, hoe zorgt dat er nou voor dat wij dan die betere structuur krijgen en die betere waterberging? Nou, ik zal even een stuk grond pakken. Dit stuk grond zou helemaal vast en stabiel en dicht zijn als er geen organisch materiaal in zit. Doordat er organisch materiaal in zit, krijg je dus als het ware natuurlijke breekpunten. Want een stukje stro, onder andere, is minder stevig dan een stukje klei. En dat organisch materiaal zorgt ook voor voeding van, ik hoop dat je kan zien, bijvoorbeeld het bodemleven. Hier hebben we dan een worm te pakken. En die worm, onder andere die worm, die graaft dus gangetjes door de grond heen. En die gangetjes die zorgen dus ook voor dat je weer betere structuur krijgt. En die gangetjes die die wormen maken, die kunnen dan ook weer benut worden door de wortels van de planten die hier groeien, om dan makkelijker hun wortels erin te laten groeien. En als zij dan door die gangen heen groeien van die wormen, breken ze als het ware die gangen weer open, waardoor je ook weer meer breekpunten krijgt van je grond, waardoor de structuur ook weer verbeterd wordt. En die gangetjes die die worm maken, die zijn voor ons dan ook weer in eerste instantie ook zichtbaar. Als je naar de grond kijkt, dan zie je hier dan eigenlijk alweer die gangetjes zitten die die worm hebben gemaakt. En diezelfde gangetjes die je daar ziet, die zorgen er ook weer voor dat we een betere waterafvoer kunnen hebben. Want als die gangetjes er zitten, dan kan daar het water ook door weglopen. En ja, onder natte omstandigheden, zoals het nu soort van is, wil je natuurlijk zo min mogelijk water op je land hebben. Omdat je daar straks ook weer een goed gewas op wil laten groeien. Net als de tarwe, zoals het er nu staat. En je moet het ook zien dat het hele pakket grond waar wij op mogen boeren, dat is één pakket van allerlei levende organismen. Wormen, mycorrhizas, bacteriën, schimmels, andere insecten. En alles bij elkaar moet, als het goed is, op een goede manier met elkaar functioneren. En als je ervoor zorgt dat de organische stof goed is, dan heb je voldoende voedsel om voldoende bodemleven te creëren. En het bodemleven dat functioneert beter als ze met meer zijn. Want de gangetjes die de wormen graven, daar komen dan weer schimmels op af. En die wormen die scheiden ook weer poep uit, uiteraard. En daar leven dan ook weer mycorrhizas, bacteriën en schimmels ervan. En als je weer voldoende goede schimmels hebt, en goede bacteriën en mycorrhizas, en die zorgen er dan voor dat je weer een betere balans krijgt van mycorrhizas, schimmels, bacteriën,
zodat je de schadelijke schimmels die je dan hebt in je, die je kan hebben in je land, als het ware weer afnemen. Want als je een natuurlijke goede balans hebt van allerlei bodemleven, heb je meer kans dat de slechtere minder overhand krijgen. En natuurlijk ben ik daar geen expert in, hè. Ik ben enkel maar een agrariër die gebruik mag maken van de grond om daarop te boeren, om daar mijn boterham op te verdienen. Maar dat wil ik wel in samenwerking doen met de grond. En ik probeer er ook wel het een en ander van te begrijpen. Hetgeen wat ik er dan van weet, probeer ik dan ook naar jullie over te brengen. Ik ben echt geen expert en ik zal echt wel eens een keer wat dingen zeggen die misschien niet helemaal juist zijn of misschien iets anders moeten zijn. Maar ja, ik wil even laten weten, laten zien hoe belangrijk die organische stof in de grond is. Maar als je net als ons gewassen oogst van je veld, haal je ook organische stof weg van het veld. En daarmee heb je de kans dat organische stof kan zakken. Organisch stofgehalte kan zakken. Je wilt er graag voor zorgen als boerwezende om je organische stof minimaal op balans te krijgen en het liefst te verhogen. Maar dat valt niet mee. Want je organische stof wordt afgebroken door allerlei micro-organismen die in de grond zitten. Die daarvan eten en die dat dan weer verteren en eventueel verder omzetten naar koolstof of naar een stabielere organische stof. Er zijn heel veel soorten organische stof. Er is heel veel over te vinden op internet. Ga ik nu even niet op in, omdat ik nu even wil laten zien wat organische stof in eerste instantie voor ons belangrijk kan laten zijn. Maar die organische stof, die wordt dus afgebroken in de grond. En je wilt dat dus op peil houden om je bodemgezondheid ook op peil te houden. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet je dus eigenlijk de afbraak die je hebt aan organische stof, moet je ook proberen terug te brengen. Dus eigenlijk hetgeen wat je eraf haalt, moet eigenlijk ook weer terug. Ja, dat zijn natuurlijk best wel behoorlijke hoeveelheden. En het is ook nog eens een keer zo, als je een hoog organisch stofgehalte hebt, heb je ook meer afbraak van organische stof dan wanneer je een laag organisch stofgehalte hebt. Dus als je een hoog organisch stofgehalte hebt en je wilt het op peil houden, moet je eigenlijk ook weer meer doen dan wanneer je een laag organisch stofgehalte hebt. De dingen die je kan doen om je organische stofgehalte omhoog te brengen of gelijk te houden, zijn onder andere groenmesten stelen of vaste mest spreiden. En het verhakselen van de gewassenresten die je niet oogst. Bijvoorbeeld het stro van de tarwe. Kan je verkopen, maar je kan ook voor kiezen om te zeggen van ik zet de hakselaar aan en ik laat het stro op het land voor mijn organische stof. Een van de dingen om die organische stof te behouden of omhoog te brengen is dus groenmesters. En zoals jullie waarschijnlijk in mijn vorige filmpjes hebben gezien, wij doen best vaak groenmesters zaaien en die laten we ook lang staan. Want hoe langer je de groenmester laat staan, hoe langer je het bodemleven zijn werk laat doen en het bodemleven intact houdt. Het is niet altijd even handig voor sommige gewassen, net als uien en bieten. Wil je juist dat het gewas eigenlijk wat sneller weg is, zodat je daar in het voorjaar minder last van hebt met het zaaien. Maar net als hier, waar aardappelen moeten komen, in het voorjaar ga je toch met best wel veel geweld de grond klaarleggen. Dus dan krijg je die groenmesters toch wel kapot in het voorjaar om ze weg te krijgen. Maar één heel belangrijk onderdeel wat er ook voor zorgt dat de organische stof afneemt, is zuurstof in de grond brengen. Want de zuurstof die in de grond gebracht wordt, die zorgt ervoor dat die organische stof afgebroken wordt. En om dat te voorkomen of om ervoor te zorgen dat dat minder gebeurt, moet je ervoor zorgen dat je minder grondbewerkingen toepast. Daarom is dat ook een van de redenen waar wij gestopt zijn met ploegen. En daarom is NKG, dus niet kende grondbewerking, is eigenlijk ook een beetje een verkeerde benaming, vind ik zelf. Eigenlijk moet je het gereduceerde grondbewerking noemen, want je gaat proberen zo min mogelijk de grond te bewerken. Want hoe minder je de grond bewerkt, hoe minder zuurstof je erin brengt, hoe minder je de afbraak van organische stof stimuleert. En ja, je hebt altijd nog wel wat zuurstof nodig voor je planten. Maar hey, het zijn planten. Ze zijn van oudsher niet gewend dat de grond omgekapt wordt voordat ze gezaaid worden. Dus die vinden toch wel de zuurstof en de nutriënten en de voeding en dergelijke. Dus daarom is dit een van de belangrijkste redenen waarom wij gestopt zijn met ploegen.
is met die gereduceerde grondbewerking, dus enkel die grond optillen en terug laten leggen, dat je daardoor minder afbraak hebt van je organische stof. En dan kan je allemaal zeggen van ja, Marcel, dat is allemaal leuk en aardig. Het zal maar wel. Maar hoe kunnen wij dat nou zien, dat dat ook inderdaad zo gebeurt? Nou, elk jaar laten wij grondmonsters steken. En elk perceel wordt om de 4 jaar wordt die bemonsterd. En in het monster wordt dan gekeken naar stikstof, fosfaat, allerlei andere nutriënten die in de grond zitten. Maar ook naar de organische stofbalans. En omdat we iedere 4 jaar die organische stofbalans, of die organische stof, al te kunnen zien op die monsters, kun je dus zien wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Laat nou het toeval wezen dat ik van de week de grondmonsters heb thuis gekregen. Dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik dit filmpje ben gaan maken. Maar in die monsters of in die uitslagen kan je dus heel goed zien dat de laatste 4 jaar onze organische stofgehalte in onze bodems juist gestegen is. En dat is goed. Die 4 jaren ervoor was het eigenlijk altijd nog vlak. Of het was zelfs iets verminderd. Dus daarmee wil ik aangeven. Ik zeg niet dat wij het goed doen. Maar bij ons is wel de organische stof in de afgelopen 4 jaren gestegen. Dat was niet bij één perceel. Maar dat was bij alle perceel die ik heb laten bemonsteren. Is de organische stof gestegen. Ik zal dan ook een aantal plaatjes ergens invoegen. Om te laten zien van een paar percelen wat het organische stofgehalte was 4 jaar geleden. Hoe het nu is. Om te laten zien dat het niet over één perceel gaat, maar over meerdere percelen. En dat het dus ook werkelijk echt gewoon goed gestegen is. Nu ga ik niet zeggen dat iedereen dit moet gaan doen. Hè? Iedereen moet gaan boeren op zijn manier. Ik kan maar alleen even aangeven hoe wij het doen en waarom we het doen en wat ik ervan zie. Hey, dit was het weer voor deze week. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hoi.